Nakomelingen van veel Hindustanen die als contractarbeiders naar Suriname kwamen, worden vaak misleid als ze op zoek gaan naar hun roots in India. Dit zegt Raj Mohan, inleider bij de lezing Trails of Kantrakis. Mohan is samen met zijn vriend Prakaj Gobardhan in 2014 op zoek gegaan naar diens familie in India. Zijn overgrootvader, Gobardhan Ramkisoen, kwam in 1904 als contractarbeider naar Suriname. Mohan vertelt wat hij tijdens de zoektocht allemaal heeft meegemaakt. Dus deze jongen komt gewoon zo aanlopen. We lopen hem tegen het lijf, stellen die vragen, we krijgen die antwoorden. Okay. Dat was voor ons de eerste bevestiging. En ik heb hier nog een bewijs 2, dat is op basis van een andere naam. Dus die Adja had een naam gegeven, Hore. Moest ook iemand geweest zijn. Niet familie, maar die naam had hij genoemd. Dat is altijd wel fijn dat we die informatie hadden, dat Prakaj, de familie Gobardhan, die informatie had. En al pratende zei die vrouw, de Kaki dan, hè, van Prakaj, noemde die naam, Dhore. Dat was voor ons het tweede bewijs, want die naam hadden wij namelijk zelf niet genoemd. Tijdens de zoektocht naar je roots in India wordt grof geld verdiend, zegt Mohan. Wanneer je denkt dat je je familie hebt gevonden, blijkt dat je bent misleid, gaf Mohan aan. Gelukkig hebben we wel bewijs kunnen vinden van de familielijn van Prakaj. Maar goed, wat is bewijs? Wat is dan bewijs? Prakaj wilde ook nog in de registers de naam van zijn overgrootvader vinden. Dat was dan de tweede reis. Ik heb een vriend van mij gebeld. Hij is RTO. Hij is ook schrijver. Subhash Chandra Kushwaha. Over hem vertel ik straks meer. En hij zei, samen met andere mensen die we hadden gesproken, hij zei van ja, die registers die zijn heel oud. Dat zei die DM ook. Ik zeg, het is een enorme klus om die namen te gaan zoeken in die registers. Wij konden ons daar geen enkele voorstelling van maken. Maar wat je wil, eigenlijk, is in die registers die naam Ramkisoen vinden, Parbu en Thierry. Die in Bilwa hebben gewoond. Dat is wat we willen. Maar dat was niet eenvoudig. Tot zover Raj Mohan, inleider bij de lezing Trails of Kantraki. Mohan ging in 2014 op zoek naar de roots van de familie Gobardhan in India. De lezing is gehouden in de ballroom van het Lalaroek-gebouw.